Ben Ali neemt over, nog steeds Ben Ali. Ben Ali en goed geschoten door deze Ben Ali. Ben Ali onderschept het leader op eigen helft. Loopt voorbij twee spelers van STYX en met een punter verschalkt hij doelman ver. Ben Ali tekent dus aan voor 1 voor ZV Bombel en 0 voor STYX. 10 meter mogen zij dat dan gaan proberen, maar we zijn nog niet zo ver. Een schot hier van Stroker en ja, hij verslaat doelman ver en hier 0. Overname bij Bombel. Oever aan de bal. Oever vindt Bruno. Een schot van Bruno. Goal. Doelpunt gemaakt door de Braziliaan in dienst van Bombel. Dat is de zeil van Bruno. En op deze manier viert hij zijn doelpunt. Controle bij Martin is minder, waardoor STYX in balbezit kan komen. De bal bij Pengel, een schot van Pengel, zwak ingeschoten, waardoor de doelman er nog goed tussen zat en we een hoekschop krijgen aan de zijde van STYX. Hier een schot van Pengel en we hebben het eerste doelpunt aan de zijde van STYX. De ploeg van Bombel die stond te slapen in een spelhervatting. Uit de hoekschop van Elshot kan Elijah Pengel aantekenen voor het eerste doelpunt van de ploeg van STYX. Doelpunt gemaakt in de tweede minuut van de tweede helft. Watson verstapt zich en de ploeg van STYX neemt over. Pinas op Coupijn. Coupijn vindt Esperance en dit is sowieso weer een doelpunt voor de ploeg van STYX. De ploeg van STYX die voetbalt veel beter in deze tweede helft en dat drukken ze ook uit in doelpunten. We hoeven nog steeds aan de bal, maar Coupijn zit er goed tussen en STYX mag het weer proberen. Coupijn speelt op Pecorni. Pecorni op Esperance en het doelpunt. Doelpunt nummer 3 aan de zijde van STYX. De ploeg van STYX is met een totaal andere mindset deze tweede helft het veld opgekomen. En dat laten ze keer op keer zien. Heel die vindt Esperance. Overname Ben Ali. Ben Ali nog steeds aan de bal. Ben Ali die speelt op Archer Hoever. En hier weer een doelpunt. Wat gaat... Ja, Hoever doet zijn shirt uit. Een beetje ongebruikelijk. In de zesde minuut van de tweede helft tilt Hoever de score naar 4 voor Bombel en 3 voor STYX. Dit kost hem een gele kaart. De bal bij Finissi. Pecorni schiet. Er is gefloten. Even kijken. Ja, de doelman wordt geel gekleurd. En dat wil zeggen dat we een penalty krijgen aan de zijde van STYX. Er wordt gekeken of alle spelers op de juiste plekken staan. En er is gefloten. Hier komt die Elshot. De schot van Elshot. Keihard door het midden. En doelpunt nummer 4 is een feit. Brian Elshot tekent aan voor doelpunt nummer 4 aan de zijde van STYX. En ploegen staan weer op gelijke hoogte.